Woensdag 16 mei vond de onthulling plaats van het kunstproject Dreams for Breakfast Hotel Ten Kate Emmen. 13 toeristen van over de hele wereld hebben deelgenomen aan dit kunstproject. Afkomstig uit Peru, Canada, IJsland, Australië en natuurlijk ook Nederland zijn deze toeristen samengekomen om het hotel een totale metamorfose te geven. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om dit te doen? Ja, dat was eigenlijk mijn zus. Ik heb zelf het pand niet gebouwd. Dat hebben mijn voorgangers gedaan. En ja, ik vind het eigenlijk een beetje een uitstraling van... Ik heb eerlijk gekscherend gezegd van een overdag van een kantoor en samen van een crematorium. En toen waren mijn vrouw en mijn zus, die stonden hier voor het pand. Wat kunnen er in godsnaam mee doen? En toen zei mijn zus Ineke, die zei van laten we het door een graffiti-artiest laten beschilderen. En ik kende Deo, dus de oppertoeist. Ik denk, dat is het. We gaan er gewoon een kunstwerk van maken. En zo is het allemaal ontstaan. Behalve de 600 vierkante meter van de buitenkant van het hotel dat beschilderd is, is ook de binnenkant van het hotel onder handen genomen. Een kamer met de titel Dance of Love is ook onthuld. Deze themakamer is door de toeristen 100% in de kleuren van de liefde beschilderd. Volgens mij hebben zij de gasbol hier in Emmen hebben ze ook al beschilderd. Ja, nou die heet dus niet officieel de gasbol meer, dat is nu de stip. Kijk. En, maar dat hebben zij ook gedaan en dat is een beetje wat, vooral het groen, het hele felle groen daarin heeft met eco te maken, met ecologische dingen. Dus vandaar dat wij een beetje wat andere kleuren, maar vooral hele felle vrolijke kleuren waar heel Emmen weer vrolijk van wordt. Hiermee is Hotel Ten Kate het eerste toeristenhotel ter wereld. En ook het eerste hotel, voor zover bekend, met de officiële status van kunstwerk. Verwacht u nu ook dat u meer mensen trekt naar dit hotel? Nou, het is, nee, ik weet niet of u net bij mijn beginverhaal aanwezig was. Maar het gaat mij natuurlijk, is de commercie speelt ook een rol. Maar bij mij gaat het ook vooral om het beetje doemdenken andersom te zetten. En gewoon dus gewaagde dingen doen, vrolijke dingen, kleuren. Zoals ik zei, als iemand 's morgens hier langs fietst en is sikkeneurig, dan dat hij daarnaar kijkt en dat hij denkt van yes, ik heb weer zin in vandaag, het wordt er allemaal weer een stuk vrolijker van. Maar het doemdenken, dat moet er maar eens afgelopen zijn. We gaan er een leukere toekomst van maken. De dag zorgde voor een grote opkomst. Aanwezigheid van genodigden, sponsoren en pers en de live muziek die tijdens de onthulling speelde, zorgden ervoor dat de opening van het Ten Kate Hotel een publiekelijk feit is.